wat gedacht. 10:00 Fris en fruitig. We gaan vandaag een pittige conditietraining doen. Veelal tabata's. Tabata is eigenlijk 20 seconden werken, 10 seconden rust. En in plaats van dat we vandaag 8 rondes doen, wat een normale tabata is, doen we vandaag 16. Woe! Voor benen, voor bovenlichaam, voor volledige volvaring. We gaan een aardig stuk. Het is hier erg warm, vandaar dat ik een hemdje aan heb. Het is niet normale testcard kleding vandaag. We zijn live. Reageer. Warner zit achter de camera, die kan altijd nog even een berichtje terugsturen. Laat weten, doe mee. Kijk je later terug. Laat vooral ook weten hoeveel rondes je hebt gedaan, waar je stuk bent gegaan. We gaan het samen doen. Alright, voordat we gaan beginnen, voordat we met de warming-up gaan beginnen, mag je lekker breed komen staan. Maak jezelf goed lang. Ga maar naar achter. En naar voren. Laat vast. Lekker bundelen. Naar je rechtervoet. En naar links. Afwisselen door te draaien met je bovenlichaam. Blijf in beweging, kom omhoog. Doordraaien. Alright, armen gestrekt. Kleine rondjes. De rondjes worden steeds groter en groter. Yes. En naar achter. Alright, om je heen. Naar achter. Rechterarm voorlangs. Schouders laag. Spanning erop. Heel goed. Andere kant. Yes. Alright, door naar de benen. Pak je rechtervoet vast. Knieën naast elkaar. Heuphoek naar voren. Hou het niet te lang vast. Dan zwaai je met het been wat je vast hebt. 3, 2, 1. Yes. Probeer je bovenlichaam mee te draaien. Alright. Andere kant, precies hetzelfde. Heuphoek naar voren. En zwaaien. 3, 2, 1. Yes. Ja, goed. Alright, als laatste van binnen naar buiten. Tuk je heup, abductoren, bilspier. Andere kant, precies hetzelfde. Alright. Nou, zoals je ziet, wat heb je nou precies nodig? Een matje, voldoende ruimte. That's it, eigen lichaamsgewicht. We beginnen als eerste met de warming-up. Basisbewegingen, een normale tabata. Yes, dat zijn 8 rondes, 20 seconden werken, 10 seconden rust. Yes, daarna heb je rust, dan gaan we door met benen. Oké, ik heb hier de timer. We beginnen als eerste met de benen, de squat. Breed komen staan, sumo. En je hebt laag en omhoog helemaal uit. Yes, komt die 3, 2, 1. Yes, kom maar. Doorzetten. En omhoog. We gaan rustig gaan beginnen. De intensiteit van de oefeningen gaat vanzelf omhoog. Dat is voor mij ook een uitdaging. Heel goed. Hey, pipi gaat. Alright. We gaan door. Hartslag iets wat omhoog. Jumping jacks. Komt hier. 3, 2, 1. Yes. Kom maar. Armen goed gestrekt, schouders laag, benen goed wijd. Oké, heel goed. Laatste paar seconden. Yes, alright, rust. In deze tijd weer naar beneden. Borst, schouders. We gaan door met de push-up. Probeer je armen niet te wijd neer te zetten, juist iets wat langs je lichaam. Billen goed aanspannen, borst ertussenop. Rustig aan. Lukt het niet? Dat kan. En dan je knieën gewoon op een matje. Komt straks ook wel een keertje voor hoor. Als het niet gaat, yes, rust. Intensiteit weer omhoog. Wat we gaan doen is aan de tenen aantikken, indraaien, hand actief naar achter. Yes, indraaien aan. Yes, kom maar. Actief. Hartslag iets wat omhoog. Zijn we korte setjes, hè?
Nog één keertje. Begin als eerste weer met die sumo. Probeer niet helemaal uit te strekken. Ja, hou de spanning. Woo, yes, kom maar. Niet uit. Heel. Alright, 3 seconden. En terug met de jumping jack. Spreid en terug. Hou die ademhaling onder controle. Yep, kom maar. Heel goed. 5 seconden. Yes, rust. Push-up. Borst, schouders, tricep. Iets wat langs je lichaam. Billen goed aanspannen, anders ga je je rug hangen. Ja, yeah, kom maar. Heel goed. 10 seconden nog. Laatste paar. Rustig. Rustig. Alright. Even ademen. Omdat het straks best wel grote, lange rondes zijn, hebben we tussen benen en bovenlichaam een minuut, anderhalf minuut rust. In die minuut, anderhalf minuut kan ik even dingen zeggen, vertellen over het trainen zelf. Of je kan natuurlijk de dingen die je in de reactieset kunnen even behandelen. Dus veel input. Oh, hartslag. Alright. Ja, we gaan door met de benen. En voor de benen. We hebben 8 oefeningen, 2 rondes, hè? Net al verteld, 16 oefeningen in totaal. Ik ga niet alles in één keer doornemen, één voor één. 20 seconden werken, 10 seconden rust. De eerste oefening is weer een sumo, maar laag vast. Borstel naar voren, navel goed in, anders ga je te veel vanuit je rug pakken. Laag vast, right. Yes, dat is de eerste. Gaan we beginnen. Muziekje, Harry. Kom op, hè. Komt ie. 3, 2, 1, laag vast. Glimlach, wordt er al gereageerd? Valt mee. Steeds meer, heel goed. 20 seconden is zo voorbij, hoor mensen. Alright, omhoog. We gaan van een laag intensiteit op knie, knie met kracht, gaan we nu naar een high intensity. Knie uit op de plek, horizontaal. 3, 2, 1, rechts, kom maar. Heel goed. Start dus weer een lage intensiteit oefening. Probeer jezelf te verdelen, hè, je energie. Ik ben 60 oefeningen, dus nummer 2. Hey, rustig. Alright, je gaat breed staan. Je zakt door, side lunge. Stukje lies, hamstring, bovenlichaam blijft recht. Je blijft laag en uitstrekken. Yes, kom. Boom. Voel die stretch, hamstring en lies. Boom. Blijf lachen. Ja, heel goed. 50 graden al. High intensity. Hakken billen. Zet knieën vast. Nu hakken billen. Goed naar je billen. Niet daar, maar even doortrekken. Alright. Yep, kom maar. Neem je armen mee. Je bepaalt zelf het tempo. Tuurlijk, je kan met de muziek meegaan. Je kan met mij meegaan. Bepaal het zelf.
Maar het liefst dat je gewoon volhoudt, 20 seconden volhoudt. Yes? Alright, even rust. Na, hakken binnen. Jumping lunges. Oké. Okay. Breed, naar staan. Mogen niet van recht. Doorzakken. En afwisselen. Acht is de knie buiten. Dus niet zozeer. Naar voren. Doorzakken. Kom op, bij. Ja, mis. Oké, weer terug. High intensity. Knie even. Horizontaal. Yes, kom maar. Hoge knieën. Blijf adem aan. Kom op, hè. Yes. Hierna twee oefeningen hebben we alweer rust.
Zet je de benen erop. Ja. Eén en laatste. Jump squat. Knieën tegen naar buiten. Boven je gebrug. Goed doorzetten. Kom maar. Goed. 10 seconden. 3, 2, 1. Laatste. Laatste. Minder verzuren. Hartslag wel even omhoog. Ja, laatste. Hakken binnen. Komt in. Ja, hakken binnen. Kom op. Voor de mensen die willen en kunnen, laatste oefening. High intensity, hoog tempo. Yep, kom maar. Laatste stukje. Kom op. Tot 10 graden. Kom op. Rustig. Oké. Ontspannen. Ik zet de timer. We hebben een minuut tot anderhalf minuut rust. Een minuutje. Om even te praten. Laatste half minuut om de volgende oefening uit te leggen. Oké. Zijn er al reacties? Wat moet je zien? Ja? Spierballetjes. Spierballetjes. Lammetjes. Oké. Goed. Nog geen lullig opmerking. Nee, alles is positief. Alles is positief, top. Allright, laatste 30 seconden. Wat we straks gaan doen is veel bovenlichaam. Gaat verzuren. Misschien merkte je net al bij benen dat je naar de makkelijkste weg wil gaan. Ik heb het in andere filmpjes heb het ook gezegd, die komen volgens mij volgende week online. Ga checken. Een stukje contractie, spierspanning. Dat is juist eigenlijk het tegenovergestelde van de makkelijke weg. Probeer juist die verzuring op te zoeken. Vind je dat lastig? Snap ik. Probeer dan de laatste ronde, het zijn twee rondes, de laatste ronde, de laatste 10 seconden. Helemaal kapot gaan, ja? Probeer in ieder geval in beweging te blijven. We zijn goed bezig. Tof dat jullie überhaupt al zijn. Oké, bovenlichaam. Ik zet de timer weer goed. Hetzelfde principe eigenlijk. 8 oefeningen, 2 rondes. Veel meer verzuren, schouders, tricep, borst, stukje buik. We beginnen eigenlijk als eerste met mountain climbers. Waar het tempo niet bizar hoog ligt, maar veel meer, wat ik al zei, ook contractie, dus spierspanning. Voorlichtsteun, zijwaarts. Dus niet zozeer naar voren, maar juist zijwaarts. Probeer hem dus ook even goed te knijpen. Ja? Alright. Gaan we beginnen. Eerste oefening, mountain climbers, zijwaarts. Muziek, weer wat harder. Gaan we. 3, 2, 1. Heel kort. Ja. Probeer die schouders boven je handen te houden. Het voordeel van een Tabata is dat het echt wel korte setjes zijn. Dus je verzuurt pas net als het goed is en dan is het alweer klaar. Even rust, tweede oefening. Man, we gaan van een plank op je ellebogen op je handen. Yes, that's it. Op je ellebogen, op je handen, druk naar beneden. Probeer je heupen stil te houden. Dus niet helemaal indraaien, maar juist stil houden. In beweging, kom maar. Netjes.
Straks hebben we een moeilijke oefening. Een push-up. Maar met je elleboog op de grond. Die gaan naar je toe. Als dat niet lukt, probeer dan op je knieën. Ziet er als volgt uit. Handen iets wat voor je, billen aanspannen. Elleboog op de grond. En omhoog. Eventueel op je voeten. Boom. Plaats. Je kan eventueel je voeten gebruiken om iets om in de achter te leunen. Dus je zwaarder maken, blijf dan juist naar voren. Boom. 3 set. Kom aan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed. 3 set. Ja, ik heb het ook zwaar. Oké, schaduwboksen. Oké, recht binnen rechts, linkervoet voor. Andersom. Probeer juist op hoog tempo direct de stoot te maken. De eerste ronde is een stukje techniek. Tweede ronde, tempo iets wat omhoog. Directe stoten, kom aan. Boom, boom. Gebruik je heupen, indraai. Kom aan. Cardio gedeelte, kom aan. Yes. Triceps hebben wel aardig, schouders wel aardig gevoeld. Diamond push-ups. Diamant maken. Op de grond. Liefst op je voeten. En de wolken langs je lichaam. En omhoog. Lukt het niet? Op je knieën. Ziet hetzelfde. Kom op. Yes. Lukt dit niet? Even rust. En dan weer door. Kom aan mensen. En rust. Oké. Laatste. Je komt staan. Je gaat naar beneden. Voor je steun. En houd de kluimers. Dan weer terug naar achteren. Kom aan. Boom. Maak jezelf lang. Naar voren. Mouten klimmen. En terug. Dit is de laatste oefening van de eerste race. We moeten straks natuurlijk de tweede ronde nog. Kom aan. Yes, dus. We beginnen weer helemaal opnieuw. Met de mountainclimbers. Maar dan zijwaarts. Yes, kom maar. Voorlichtsteun. Zijwaarts. Probeer die contractie nu op te zoeken, hè mensen, kom op. Stukje zijkant buik, schouders, triceps. Alright, rust. Nummer 2. Op je ellebogen, op je handen. Voor de mensen die willen en kunnen, mogen een extra push-up maken. Ja? Yeah? Alright. Op je ellebogen, op je handen, even een push-up. Naar je terug. Omhoog. Even veel pushen. Kom op. 5 seconden. Blijf in beweging. Kom op. 3, 2, 1. Alright. Holo. Op je rug liggen. Benen gestrekt. Een press. Omhoog. 3, 2, 1. Yes. Kom op. Volgende. Aantikken. Omhoog. Aantikken. Omhoog. Stukje buik. Borst, triceps. Snel is, kom op. Kom aan. Yes. 10 seconden rust. Volgende oefening, even spieken. Jumping jack. Alright, kom maar stellen. Op zich, actieve rust, hè. Probeer juist hier je ademhaling. Verzuring om ze rollen te krijgen. Oké. Hierna, die push-up, vaar je je ellebogen op de grond. Kom. Kom aan, een stukje hardstyle. Blijf in beweging. 3, 2, 1, yes. In rust. Tricep push-up gehad. Gaan we door met schaduwboksen. Tempo gaat omhoog. Yes. Hoog tempo, direct gestoten. Heupen draaien, kom aan. Heupen draaien, kom op. Maak combinaties. Kom aan. Kom aan.
door. Maak ze omhoog. Terug naar je dekken in de kamane. Ja, goed. Puntjes. Oké, naast gaan we ook zetten. Eén en laatste. Duimpje pushen. Driehoekje maken. Op de grond. En de boven langs je lichaam. Gaan we. Langs je lichaam omhoog. Kom op. Hou het tempo, mensen, kom aan. 3, 2, 1. Yes. Laatste. Voor je steun, vanuit staan. Dan de mouwen klemmen. Knieën naar de borst. Heel, kom aan. Vanuit staan, dan voor je steun. Mouwen klemmen, mouwen klemmen. En terug. Ademen. Omhoog. 10 seconden, klaar. Probeer nog minimaal 1. 3, 2, 1. Yes, rust, rust. Zo. Ik heb de timer alweer gezet. We gaan naar het laatste gedeelte in. We hebben benen gehad. We hebben een stukje core bovenlichaam gehad. Laatste alweer. Dat is een normale Tabata. Cardio. Geen 16 rondes, maar gewoon normale 8 rondes. We pakken eigenlijk alle cardio oefeningen die we net hebben gedaan. Dus hakken billen. We gaan een jumping jacks doen. Schaduwboxen wat we net hebben gedaan. En we maken hem af. Ik durf bijna niet te zeggen, maar met burpees. Naar beneden zonder push-up. Vervolgens. Omhoog. Probeer het sprongetje te maken. Ik zal even oppeppen. Ik heb jou op. Het is namelijk, doe maar 2 keer eigenlijk die burpee. Hè? 20 seconden, 20 seconden. En dan ben ik klaar. Oké. Nog 30 seconden. Aankomen, even wat drinken. Belangrijk. Oké, wanneer het piepje begint, beginnen we dus als eerste met hakken billen. Nog 10 seconden, zet de timer. Hakken billen op je plek. Laatste gedeelte. Veel plezier. 3, 2, 1. Yes, hakken billen, kom aan. Hakken billen. Dit is het laatste gedeelte van de les. Nog een keertje die hartslag goed omhoog pompen. Kom aan. Zijn maar achter ons. That's it. Alright, rustig. Jumping jack. Spreid sluit. Lukt het op een gegeven moment niet meer. Gewoon afwisselen. Yes, kom aan. Goed. Goed op het tempo. Armen goed strekken. Come on. Yes, rust. Oké. Schaduwboxen. Dat we net ook hebben gedaan. Je mag rondlopen. Kijk die je hebt. Hoog tempo. Maak combinaties. Hoe de kut. Zit het. Kom maar. Boom. Tap, 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 tap. Elke keer. Denk in, hoog tempo, hak slaat omhoog, mensen, kom aan. Hoe bezig? Kom aan, als je het goed doet, hak slaat omhoog. Yes, en rust. Burpee. Oh. Oké, okay, zonder push-up, hè? Zonder push-up. Kom aan. Naar beneden, omhoog. Maak een jumping jack. Liefst natuurlijk zoveel mogelijk. Even niet praten. Oké. Even opnieuw. Laatste 4. Zijn we klaar. Even door. Zet de hakken binnen. Woe. Yep. Kom maar.
5 seconden. Yes. Jumping jack. Kom op, hè. Yes. Spreiden en sluiten. Houd actief. Eventueel tempo naar beneden. En gewoon afwisselen. Blijf in beweging, mensen. Kom op. Ademhaling. Yes, rust. Eén en laatste. Schaduwboksen. Je hebt het net ook al gedaan. Tempo goed omhoog. Indraaien. Draai die heupen. Yes, kom maar. Pa, pa. Heup erin. Kom op. Altijd alleen maar directe stoten. Pa, pa. Kom op, tempo. Laatste paar. Yes. Laatste. Allerlaatste. Perfect. Oké. Blijf in beweging, hè. Ik ga ook mijn best doen. Kom maar. Tien seconden, mensen. Kom op. Laatste. 3, 2, 1. Top. Klaar. Het was me wel een half uurtje. Pak even je rust. Even op adem komen. Ik ga door met de cooling down. Dan zijn we klaar. Lekker stabiel staan. Linkerhand en linkerzij. Rechterhand de lucht in. Zijwaarts. Rustig omhoog. Heupen goed naar voren. Ja, voor de tricep en de rug tussen de schouderbladen. Spanning erop. Andere kant. Yes, andere kant. Knie weer naar buiten. Stukje balans. Alright. Voeten naast elkaar. Maak jezelf zo lang mogelijk. Andere kant. Heel goed, beide handen naar beneden. Swing vanuit daar weer omhoog. Nog één keertje. Naar beneden. En omhoog. En als laatste rustig omdraaien. En natuurlijk applaus voor jezelf. Voor mij. Goed gedaan.
zit hij erop. Hebben jullie goed je best gedaan? Laat me weten. Mij, in ieder geval in de comments. Of Tesca überhaupt. Check andere filmpjes. Niet alleen maar High Intensity, maar er zijn ook heel veel andere toffe filmpjes voor voorlezen voor de kinderen. Misschien heb je het al lang gezien, maar het is gewoon op Tesca TV, op YouTube. Check het. Probeer ook te abonneren, als je er toch bent. En blijf hou ons in de gaten. We gaan heel veel toffe filmpjes nog opnemen. Volgende week kom ik volgens mij, als het is, met twee filmpjes. Dus check die ook. Ook een soort van Tabata High Intensity. Voor nu, fijn weekend, goed gedaan. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Hoi.